Breda Nu. Je weet het meteen. Hij is geboren op 27 mei 1926 te Prinsenhagen. Begon zijn rijke voetbalcarrière bij Groen-Wit in Prinsenhagen. Vervolgens bij NAC, Saint-Étienne, Stade François en Feyenoord. Speelde voor het Nederlands elftal 33 interlands, waar hij 10 doelpunten scoorde. Werkte ook als trainer bij Willem II, FC Twente, PSV, Beringen en het Nederlands elftal. Werd met PSV in 1978 winnaar van de UEFA Cup. En behaalde in 1975, 1976, 1978 met PSV het landskampioenschap van Nederland. Dit is Kees Rijvers. Antje Veld, openage. Waarom heb je een biografie geschreven? Omdat hij zoveel verhalen had. Dus hij had natuurlijk een leven van 90 jaar met allerlei verschillende carrière-momenten. En zoveel nog niet verteld. Ik vond dat toch wel een keer goed vastgelegd moest worden voor iedereen om te kunnen lezen wat hij nou eigenlijk allemaal heeft meegemaakt. Kom je de titel prof? Nou, hij was een van de eerste profvoetballers van Nederland. Dus dat was eigenlijk vrij snel duidelijk dat het prof moest worden. En hij is natuurlijk ook altijd heel professioneel met zijn vak omgegaan. Dus daar waren we vrij snel uit. Denk je zeker dat hij alles verteld heeft aan je? Bijna alles, denk ik. Ja. We hebben er wel echt heel veel tijd voor genomen, dus ik heb er heel veel uitgekregen. Nou, voor de mensen die nu denken, ja, u of jij hebben afgesproken, dat ik gewoon jij mag zeggen. Ja, ik heb ook meegemaakt in de Kuip, dus vandaar. Vandaar, het Gouden Binnen trio. Voor de mensen thuis die het niet meer weten, wie waren dat? Abad en Vaas natuurlijk, maar de Gouden Binnen trio, dat is een beetje overdreven. We hebben denk ik een keer of 10 bij elkaar gespeeld en niet in onze beste periode, althans niet in de mijne. 10 maart 1946, Luxemburg, Nederland, ja. 2-6. Ja. Je scoort toch een keer. Toen speelden jullie wel bij elkaar. Dus dat kon wel. Dat was de eerste keer. Ja. Maar dat kon wel dat je wel dus met z'n drieën wel kon voetballen, bleek achteraf. Ja, dat geloof ik ook wel, ja. Alleen de KNVB hebben jullie nou, ja, laat ik het woord landverrader ben je bijna genoemd. Beetje... Het scheelt niet veel. In ieder geval werden we niet meer uitgenodigd. In al die jaren is er nog niet veel veranderd toch bij de KNVB, wel? Ik vind wel niet, nee. Het is nog wel rommeltje. Dat blijkt deze week wel, want het is toch enorm wat er nu gebeurt. Met NAC, Willem II, maar vooral Twente natuurlijk. Nou is het zo dat, de verhalen, ik ken hem allemaal, er staat, je hebt ook nog bij Feyenoord gespeeld. En dat vind ik dat Feyenoord veel te kort wordt gedaan. Je hebt 3 jaar een geweldige tijd gehad met Gijp, Cor van der Gijp, Henk Schouten, Koen Molijn, Eddy PG, Gerard Kerken, Veldhoen. Waarom wordt daar eigenlijk zo weinig aandacht aan geschonken? Ik heb geen idee, maar ik weet nog goed, de beginperiode met Kibon. Een van de geweldige voorzitters die ik gehad heb. En die toch wel het een en ander naar me luisterde. Want er zat geen evenwicht in die ploeg. Was leuk, was technisch. Maar verder geen goed evenwicht. En dat is er gekomen natuurlijk. Met Krijermat, Klaassen vooral. Pieter Schraafland. Een jaar na mij was het ook een verbetering natuurlijk met Kraai. Hans Kraai. Maar in... Hans Kraai zei ik. Ja, ja. Hans-Kraai senior hebben we het er ook over. Hans-Kraai senior. Hans-Kraai senior. Maar goed, we hebben Cor Veldhoen, Gerard Kerken, Moulijn natuurlijk, Henk Schouten. Een centervoer van deze tijd zou ik zeggen, Cor van der Gijp. Pauken mij eerst, later is daar, als ik me niet vergis, de MVV erbij gekomen. Rechtsbuiten. Die van Berghold. Kwam, Pim Berghold. Nou, dus toen was het een geweldige helft dan. In mijn positie is Frans Boomwisser gekomen, dat was ook niet verkeerd. Ik ben alleen zelf voor de derde keer terug naar Saint-Étienne gegaan. En dat had ik beter niet kunnen doen, denk ik. Want daar is het niet goed gelopen. Nee. En in Rotterdam liep het fantastisch. Maar in 1967, mijn vader was een van zijn beste grappetjes, was Piet Steenberg, heb je nog meegespeeld. Ja. En dat wordt besproken in Schoonhoven, Hotel Belvedere. De trainer moet nu worden Kees Rijvers. Maar men koos voor Ben Peters.
In 67, 68. 67. Waarom ben je toen geen trainer geworden bij Feyenoord? 67. Ja, je gelijk later wel de Twente doen. Maar... Ja. Nou, dus zat je ja, toen was ik bij Twente. Ja, maar waarom ben je nooit getraind op een Feyenoord geworden? Ja, waarom ben ik nooit trainer van NAC geworden? Dat vind ik ja, nog erger. Ja, daar kom ik zo meteen op. Maar het gaat eerst over... Ja, maar goed, bij Feyenoord, dat zou natuurlijk ook fantastisch geweest zijn. Maar ik heb Kiepom in gedachten. En ik heb Hilbrink in gedachten als voorzitter. Daar kom ik trouwens op terug, want dat is je Twente-periode. Franse voorzitters in gedachten. En er waren allemaal geweldige mensen om mee om te gaan. En bij niet alle verenigingen was het zo'n tegenovergestelde. En er waren dus meestal amateurs die zich, net als nu nog hoor, ook de KVB is voor driekwart amateur die zich met betaald voetbal bemoeit. Ja, dat zijn voor mij foute zaken, dus dat zoek ik niet op. Maar in de jaren 60, eind 60, word je trainer van FC Twente, met ja. name jeugdspeler hier past. Mijn grappetje, Kiki van der Val, heb het toen wel gehaald. René Notte, Jan ja. Juring, Theo Plaats was. Ja. Piet Schrijvers in de goal. Geweldige helft. Maar net geen kampioen, hè? Net geen kampioen, nee. We hadden het misgedaan in, ik dacht, carnaval te ontlopen in Oldenzaal. Toen stonden we goed in de competitie. Maar we hebben het allemaal in de carnaval in Ruppeldingen. En daarna is het op verschillende momenten misgegaan. Daarna ga je naar het zuiden, PSV Eindhoven. Die hebben jarenlang geen titel gehad en toen kwam het succes toch wel, hè? Ja, kwam het net op het goede moment. Met welke spelers, onder andere? Poeh, dat is zeker Pleun Strik, bij de beginners, Peter Kemper. Dat zijn de twee voornaamste die ik herinner. En verder kan ik me niet veel meer van voorstellen. Van de Kuilen? Dan moet ik me van de Kuilen was er al bij, ja. Ja, Edström. Edström was er niet bij. Van de Kuilen was erbij. Kraaien, Lupsen. Huub Stevens was er nog niet bij. Wie stond er in de goal? Hans was er nog niet bij. Jan van Beveren vanzelfsprekend. Maar het was toch een mix van, naar mijn idee, veel te veel middenvelders. Daar komt schijnbaar overal naar voren. Alle coaches zien supergoeie middenvelders. En die wilden er allemaal graag spelen, maar dat gaat niet. Dus er moet wat anders voor de dag komen. Je had het zelf al aan. Geboren en getogen in het Prinsenhagen. NAC. Onbegrijpelijk dat je nooit bent gevraagd voor geen enkele functie, nog niet om de bal te pompen. Ze moeten eigenlijk diep schamen. Ja, ik ben wel één keer gevraagd. Ja, dus om Peek een keer gevraagd. Door Peek. Ja, maar ja, en wat die stelde voor om een half jaar onder toezicht te komen trainen bij NAC. Dat is een goede voor in de plaats gekomen. Ik heb toen zelf Spelbos of Huub Stevens aangedragen. Spelbos is geworden. Die heeft het prima gedaan. Dus verder geen probleem. Maar ook later is er geen enkel moment geweest dat iemand van NAC maar interesse heeft getoond. Nou weet ik niet of dat in het boek staat. Ik heb wel heel veel gelezen. Maar ze weten donders goed dat ik hartstikke vervelend kan zijn. En vooral tegen bestuurderen. Dus ik denk dat dat een van de hoofdredenen is geweest. Er zitten een aantal mensen die ik niet kan piezen. Maar waar hebben ze je nog niet uitgenodigd dan bij NAC Willem II en Willem II NAC als gasten zijn? Ja, ik kan eigenlijk altijd naar die wedstrijd. We krijgen regelmatig tribuneplaatsen daarvoor. Dat is de kwestie niet. We zijn nog niet zo kwaad op elkaar. Maar alleen geef ik niks meer om het huidige voetbal. Dus ik blijf overal weg. Ik ga alleen maar naar jeugd. Op uitzendingen van een... Ik heb er pas nog één gekregen. Ik moet naar Sparta volgend jaar. Je bent hartstikke druk bezig. We moeten afsluiten. Prachtig in het boek. Alleen wat ik wel wil weten. Ik weet niet of je dat in het boek nog eens bijvoegsel kan doen. De opstellingen wil ik hebben. Te beginnen met de keeper van de voetballers die je hebt getraind. Dus ik wil een elftal van je horen nu. Te beginnen bij de keeper. Hey, zo werkt wie, dat niet. Wie was je keeper? Jan van Beveren natuurlijk. Dat is heel erg simpel. En de beste periode die er geweest is met Ralf Edström geweest. Dat was een superduo van de Kuilen-Edström. Dat was voor mij een super fijne ervaring. Maakt Nederland zelf uiteraard ook met Verbarsten, neem ik aan Rijkaard. Die zat niet bij PSV, hè? Die je getraind hebt, dus wel FC Twente, dus fictief elftal samenstellen. FC Twente, PSV. Nederlands elftal. Dan kom ik aan 2-3 elftallen en dan begin ik niet aan. Ga je Epi Drost? Jawel, maar niet op de eerste plaats.
Ed Strum of Van Basten? Een ander en Van Basten. Dat kan allemaal. Ik zou ook daartussen gepast hebben. Soms dat wel opvallend is geweest, dat heb je ook wel in je boek aangehaald. Dat vond ik heel knap van je. Helaas speelde hij toen niet mee, maar dat had toen met Bosje mij Wering te maken. Johan Cruijff. Ja, vanzelf. Als Johan er geweest was, als hij gespeeld had in die beginjaren van mij, dan waren al die spelers 2-3 jaar eerder volwassen geweest. Nu zijn ze pas volwassen geworden in het buitenland. Nog eens contact in Frankrijk? Afsluitend in nu. Saint-Étienne, ja? Ja, we zijn vorig jaar nog in Saint-Étienne geweest voor een museum te openen. En daar heb ik mijn oude maatje teruggevonden, linksbuiten Lefebvre. Maar vooral McLoofy, misschien wel eens van gehoord. Ja. Rashid McLoofy, nou, dat was een, zeg dan maar, dat is zo'n beetje de Cruijff en Van Basten samen, zeg ik maar. We sluiten het af. Eerst gezond blijven, dat is één. Ja, dat is en daarnaast, dat is ik hoop dat wij van Breda Nu Sport een bijdrage kunnen leveren tot een bestseller. Voor? Of het boek van Antje. Ja, natuurlijk. Ik hoop het ook. Ja, dat op de eerste, eerste plaats. Maar ga je goed. Ik wil intussen, voordat er afscheid genomen wordt, gewoon dit nogmaals feliciteren. Want ik heb helaas niet bij de huldiging kunnen zijn. Ik was in Twente. Voor het boek natuurlijk. Maar dat vond ik jammer. Maar ik hoop ze volgend jaar veel te zien. Goed. Het ga je goed. En bedankt. En Antje, veel succes met het boek. Dankjewel. En gewoon op één, hè? Ja. We gaan ons best doen. Ga je er goed. Bedankt. Ja.